Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilara Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, we zijn beland bij deel 4 van de geheime magische betekenissen achter woorden, woordenalchemie. Nou, om jullie natuurlijk een beter inzicht te geven, ga ik jullie wel een en ander natuurlijk vertellen over de geschiedenis. Want ja, als je geen geschiedenis weet, dan snap je ook de betekenis achter die woorden dus allemaal niet. En we zijn aanbeland bij het verhaal van Adam en Eva, de hypothese. Hè, Adam en Eva waren niet de eerste mensen op deze planeet, zoals ik jullie in de voorgaande video liet weten. Waren wij op deze planeet geëmigreerd vanaf Neptunus? En ja, bestaan we al eeuwen, eeuwen of eonen? En zijn wij gewoon lichtbundels? En waarom zijn we nou lichtbundels? Omdat het woord ras betekent lichtbundel. En als we het over rassen hebben, hebben we het over verschillende lichtbundels. Ja? Of eigenlijk over gewoon lichtbundels. En dus wij zijn lichtbundels. Ieder mens is een lichtbundel. Nou, en het verhaal van Adam en Eva, de hypothese, die eigenlijk eigenlijk vertegenwoordigt dat het mannelijke en het vrouwelijke in dualisme is geraakt. Hè? Want we zijn zelf het mannelijke en vrouwelijke, maar ook de manwezen en de vrouwwezen, dat zijn we als apart gaan zien. Hè? Natuurlijk heb je allebei een eigen lichaam en een ander wezen, maar we zijn allemaal lichtbundels. En we zijn er om elkaar aan te vullen. We zijn een aanvulling voor elkaar en om met elkaar te communiceren, om gezelschap te houden. Maar dat is helemaal in oorlog gekomen, doordat we zijn afgeweken van ons goddelijke bewustzijn. Dus we zijn niet meer die lichtbundels gaan zien, maar we zijn eigenlijk een vaste materie, een persoon gaan zien. Hè? Dus ik ben die Dilara, dus ik zie alleen nog maar de buitenkant van mij. Maar ik zie niet meer dat ik innerlijk die lichtbundel ben. Hè? Dus als ik naar jullie kijk of naar jou kijk, dan denken mensen onderling dat ze gewoon iemand anders zijn. En dat ze niet meer met elkaar verbonden zijn. Ja, dus één grote geest, wat in mij denkt, denkt ook in jou. Dus onze goddelijke eigenschappen, ja, die zijn we daardoor helemaal gaan vergeten. Het staat eigenlijk op non-actief, omdat we denken dat we dus het verdeel- en heerspelletje eigenlijk, dat we dus dualisme zijn en dat ik een eigen persoon ben en jij een eigen persoon. Natuurlijk ben je een eigen persoon, want je hebt allemaal een vrije wil gekregen om te creëren. En daarom kunnen mensen je ook niet dwingen om weer terug te gaan naar dat goddelijke rijk. Dat moeten we helemaal zelf doen, want we zijn zelf afgeweken, dus we moeten ook weer zelf terug. En we hebben ons laten misleiden. Daar hebben we allemaal zelf aan deelgenomen, omdat we allemaal deze krachten bezaten, of bezitten, nog steeds, van goddelijke eigenschappen. Nou, hoe is dat nou, dat hele verhaal van Adam en Eva? Nou, wat ik al zeg, hun waren niet de eerste mensen op deze planeet. Het hele volk, dat was er al. Ja? Dus er was al een groot, prachtig volk. En we hebben hier op deze aarde natuurlijk op een heel groot continent geleefd. Dus al die planeten zaten aan elkaar vast, zoals je in mijn vorige deel zag. Nou, Adam en Eva, het verhaal. Ja, kijk, ik neem eventjes ook het verhaal van de Bijbel of van alle andere geschriften eventjes erbij. Wat ze hier nou overschrijven, en dan zal ik eventjes mijn toevoeging hierop overgeven. En hier zie je ook de stambomen, dus die ga ik hier aan jullie laten zien. Want Adam en Eva hadden, in Genesis 4 worden Kaïn, Abel en Seth genoemd als kinderen van Adam en Eva. En in een van de pseudopigrafen van de Bijbel, het boek De Jubileën, worden 9 kinderen van Adam en Eva genoemd. Waaronder dochters met name Azura en Awan, Lebuda en Kelimat. Azura werd de vrouw van Seth en Awan de vrouw van Kaïn. Ja, wat is er van waar? Kijk, als we het hier hebben over dat er ook vrouwen waren, dan hebben ze het ook weer zo mooi verdraaid dat ze dus incest met elkaar hadden. Nou, hè, dus Kaïn trouwde met Awan en Seth trouwde met Azura. Nou, Abel werd vermoord door Kaïn. Zo is het verhaal eigenlijk van Adam en Eva toen ze later kinderen kregen. Maar toen ze nog geen kinderen hadden, toen ergens zijn we natuurlijk afgedwaald. Dus of we deze namen moeten geloven of dat het andere namen waren, we nemen het even voor zoals het is. Ja? Maar we zijn natuurlijk zelf afgedwaald in een dualisme. En dualisme betekent dus goed en kwaad, hoog en laag, links en rechts. Dus we zijn aparte dingen gaan zien. Ja? En geen eenheid meer. Maten en gewichten zijn ook pas later door de mens ontstaan. Volgens mij heeft Kaïn dat bedacht. De zoon van Adam en Eva. En Adam en Eva, die mochten zeg maar niet de boom, de verboden vrucht, ik zal het eventjes voorlezen. Ja,
Genesis vertelt dat God Adam schiep door het leven in te blazen in de top. Nou, dat is natuurlijk wat ik al eerder vertelde. Kijk, wij zijn het beeld en gelijkenis van God. Dat zijn we zelf. Heel veel geschriften en religies zijn op dit moment, zoals we ze nu kennen, in de loop van de eeuwen, ja, verschrikkelijk verdraaid en verkeerd vertaald om je op het verkeerde been te zetten. En verkeerd vertaald, dat is dan nog te vergeven, omdat ze misschien het begripsvermogen niet hadden, deze vertalers, om het op een juiste manier over te brengen of over te brieven, of dat ze het zelf niet begrepen wat er nou eigenlijk stond. Of staat, hè. En dat hebben ze verkeerd in de boeken neergezet, zodat de mensen het helemaal niet meer begrijpen. Dus ja, zoals ik in mijn vorige video al verteld, net als het spelletje Stille Post, je vertelt een woord, die bedenk jij, die doe je stilletjes, dus fluisterend doorvertellen aan degene die naast je zit. Die zit in een hele grote groep en die vertelt weer die en die weer dit. Nou, en aan het einde van de cirkel gaat degene het woord luid spreken en dan komt er een heel ander woord uit, wat je helemaal niet eens bedacht had. Dus, maar ja, in ieder geval, dus het hele verhaal van Adam en Eva, ja. Even kijken, hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Ja. Nou, dat is natuurlijk weer helemaal met het voortplanten en dat mensen vooral veel seks met elkaar moeten hebben om kinderen te krijgen. Dat wordt natuurlijk nog steeds enorm gepromoot onder de kerk. Als ik de meeste van het Verre Oosten lees, dan staat er ook in dat je gewoon kinderen kan creëren, ja, zonder dat je zwanger hoeft te zijn zoals wij het nu kennen. Later gekomen toen de mens sterfelijk is geworden. Maar je hebt wel natuurlijk kinderen uit je eigen vlees en bloed. Tuurlijk, dat kan. Dat hebben we nu ook natuurlijk. Maar goed. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. God plaatste Adam in de Hof van Eden, het paradijs. Nou, het paradijs is hier, ja, dus ook op deze aarde, maar dat is niet het God plaatste hem op het paradijs. Nee, wij zijn het paradijs in ons bewustzijn. Dus het paradijs op aarde met alle pracht en praal, wij hebben alles, we bezitten alles, dat is het paradijs. Er is altijd voor iedereen voldoende en genoeg en overvloed. Ja? Want anders is het geen paradijs, dan is het wat we nu hebben, arm en rijk en tekortkomingen en minder bedeelden, en hoe we het allemaal noemen. En vertelde hem dat hij de vrucht van alle bomen in de tuin konden eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Nou, dat is dus het dualisme waar ik het over had, hè? De boom van kennis van goed en kwaad is een boom die samen met de levensboom voorkomt in het Bijbelboek Genesis. De boom stond in het midden van het Hof van Eden, waar Adam en Eva gedurende hun eerste periode op aarde verbleven. Nou, dat is natuurlijk gewoon niet goed. Dat hebben ze letterlijk genomen. De boom des levens. Wij zijn de boom des levens. Ja? Dus wij zijn deze. De vruchten zitten in ons. Wij hebben vruchten. We hebben zaadjes in ons hoofd. We zijn scheppingskrachten. We hebben ideeën. En als we die water geven, dan worden ze vruchten. Ja? Dus Eden, deze tuin waar ze het over hebben, dat is ons bewustzijn. Want daar zit de hemel. Wij zijn de hemel. De hemel is hier om ons heen. Als we ons maar bewust zijn. Tuurlijk, deze planeet is ook zeker een paradijs, maar het is niet wat ze bedoelen met dat je ook letterlijk in het paradijs leeft qua bewustzijn. Want dat is onze tuin. De tuin is van de creativiteit, hè, waar alle scheppingskrachten in zitten, onze vrije wil. Enige tijd later bouwde God Eva uit de rib van Adam. Ja, wat daarvan waar is, nou, voor mij is er altijd een zijn. Een zijn. We zijn lichtwezens en we hebben gezelschap nodig. En ja, dat ik uit de rib van de man, ik vind het allemaal prima, ik kan mij het schelen. Ik bedoel, het maakt niet uit waar ik uit ontstaan ben. Ik ben er, ik ben hartstikke blij. Maar ik denk dat er altijd een zijn is geweest. En dat we gewoon tegelijk zijn ontsproten. Een slang verleidde Eva om de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Zij gaf ook wat aan Adam. Ja, kijk, dat is ook weer een hypothetisch verhaal. Het is natuurlijk dat je dus jezelf als persoon ziet. Want het woord ras betekent lichtbundel. Dus als we het over rassen hebben, hebben we het over lichtbundels. Wij waren eerst gewoon lichtbundels, energieën. Ja, we wisten dat we allemaal dezelfde eigenschappen hadden en we deelden deze eigenschappen samen. Natuurlijk hebben we een eigen vrije wil.
maar wel in positieve zin. Want ben je in een negatief iets terecht, ga je daar iets in komen, dan komt alles tot verval. En dan ben je een vernietigend wezen aan het worden en niet meer een opbouwend wezen. En dat is ook wat er dus allemaal nu gebeurt. We vernietigen allemaal wat er bestaat, maar we vernietigen ook onszelf. Omdat je niet meer in harmonie bent met jezelf, zoals ik in de vorige video's vertelde. Ze gaf ook wat aan adem. Ja, ze kan hem zeker daarin misleid hebben. Ik denk gewoon of het een zij of een hij is geweest. Of dat het gewoon over een mens gaat op dat moment. Waar de eerste gevallen engel is ontstaan. Nou, hoe het dan ook is gebeurd. We zijn natuurlijk allemaal misleid. Dus dat kan er zeker mee te maken hebben. En daarom zie je natuurlijk ook dat tegenwoordig al eeuwen een soort van wraak op vrouwen is. Hè, of een haat naar vrouwen is. Want ja, de vrouw heeft ons misleid. Want ja, daarom zijn we de gevallen engel. Nou ja, je bent er altijd nog zelf bij. Je hebt je laten misleiden, zo kun je het ook noemen. Maar ja, dat is weer natuurlijk dat verdelen heers. Dat ze weer willen dat de man en de vrouw tegenover elkaar wordt gezet. En juist het vrouwelijke en het mannelijke ook in je, maar ook samen, moeten we weer verzoening gaan vinden. Ja? We moeten elkaar weer gaan begrijpen. Want we bezitten allebei het mannelijke en het vrouwelijke in ons. En in je hele reïncarnatieprocessen, ja, ben je absoluut vaker zelf een man geweest of vaker een vrouw geweest. En daarom zijn mensen ook tegenwoordig helemaal in de war met wat ze in godsnaam zijn. Zij gaf ook wat aan adem, die er ook van at. Zij werden zich op dat moment onmiddellijk bewust van hun naaktheid en gingen zich ervoor schamen. Ja, werden ze bewust van... Ja, natuurlijk. Ja. Als jij naakt geboren bent en jij ineens ga jij goed en slecht en weet ik het allemaal, je krijgt lust, ja, dan ga jij jezelf ineens bedreigd voelen omdat mensen met een andere blik, een soort van dierlijke blik, naar jou kijken. En dat dierlijke, dat is natuurlijk iets wat... Ja, wat niet echt goddelijk is. Niet het dier zelf, maar dat lustige, dat jacht, dat instinct dat ze jou willen hebben. Dat is niet goddelijk. Ja, dat is iets wat een bepaald monsterlijk iets wat er naar voren gaat komen. Waardoor alle grenzen eigenlijk overschreden worden. Want voor lust kunnen mensen echt helemaal doordraaien. Dus lust, dus het verlangen, egoïsme en hebzucht. Dat is ook lust eigenlijk, hebzucht. Je wil het hebben, je wil het krijgen, je wil het verlangen. En dat is een bepaalde energie. Ik denk ook een vorm van adrenaline en angst wat erin gepaard gaat. Wat voor hun een soort van extasegevoel geeft. Ja, om iets te willen bezitten, dus macht te hebben. Ja, dat is natuurlijk helemaal misbruikt, zeg maar. Na de ongehoorzaamheid van Adam en Eva veroordeelde God hen. Nou, ik geloof dus niet erin dat God een veroordeelder is of een veroordeler is. Of dat het een man is of ergens met een lange baard die goed en slecht zegt. Dus dit hele verhaal, ja, over dat God hen veroordeelt, dat is niet waar. Dat zeg ik ook gewoon omdat, nee, het is niet een man ergens in de hemel wat de kerk ervan gemaakt heeft om weer een soort van afgod te maken, om het buiten jezelf te zoeken. Want ik heb jullie net verteld hoe die hele... gebeuren is gegaan ook met het licht, dat we dus lichtwezens zijn. Want dat ga je dus allemaal leren als je dus de etymologie van woorden gaat bestuderen. Dan kom je overal achter. En ja, ook in heel veel andere geschriften wat het elkaar dus tegenspreekt. En ja, de meeste van Verroos is gewoon mijn prachtige boek. Wat gewoon enorm resoneert. En lees het, zal ik zeggen. Nee, ik geloof er niet in dat God een veroordeler is of een vernietiger is. Want dan is het geen God. Ja, een God die iemand doodt of iemand slecht maakt of iemand vernietigt is geen God. Dat is de duivel. En daarom hebben we dus nu ook een dualisme. Waarvan je een God en een duivel hebt verzonnen. Want ja, we zitten in dualiteit waar eigenlijk vroeger alleen maar God was. Alleen maar liefde, alleen maar prachtigheid. Hebben we nu ook iets slechts verzonnen. En ja, dan zijn er altijd mensen, ja, maar ja, je moet toch ook goed en slecht hebben. Nou, dat is helemaal niet waar. Want dan ben je dus die gevallen engel die dus in deze tredmolen zit. Wat ik dus de hel noem. Dit is hier letterlijk de hel. Alle gruwelijke dingen die je maar kan bedenken, die vind je hier in deze hypnose, deze matrix, ja. Die vind je nergens in de hemel die hier in je bewustzijn is. Want anders zou je nooit, dan zou je niet gemaakt kunnen worden, ja. Alles bestaat uit prachtige intelligentie. Deze hele planeet is één grote superieure intelligentie. Ons hele wezen, ons hele lichaam is superieure intelligentie. En dan zijn er mensen die denken dat het dus goed en slecht moet bestaan, want anders kan je niet bestaan. Nou, als dat dus bestaat, dan word je inderdaad verminkt geboren. Of
als een Mongooltje geboren. En dat is niet de natuur zoals de natuur het heeft bedacht. En nou moeten jullie niet aangesproken voor, oh, want mijn kind is nu niet van God of is nu een Mongooltje of weet ik het veel. Want zo bedoel ik het niet. Wat ik bedoel is dat je uit superintelligentie bent ontstaan, het wezen mens, ja, het wezen een goddelijk mens, is een goddelijk mens. Daar kan je niks anders van maken dan dat. Al die onperfectie is pas later gekomen toen we dus dualiteit gingen toelaten in ons leven. En waardoor we ons dus hebben laten misleiden, ja. Toen is alle onperfectie ontstaan. In het begin was er geen onperfectie, was alles perfectie. Je ziet het al om je heen. Alles wat nog van de natuur is, is nog steeds perfectie. Nou, alle bomen, de lucht, de zon, nou, je kunt zo bedenken, alles wat gewoon van de natuur is, van deze goddelijke kracht is, is gewoon perfectie, is prachtig. Kijk naar alle dieren, hoe mooi het is gemaakt. Kijk naar al onze wezens, hoe mooi het is gemaakt. Je kan er niks anders van zeggen. Het werkt allemaal in overeenstemming, zodat we kunnen leven. Dus God is geen veroordelende persoon, geen duivel. Want dan was het wel de duivel geweest. Ja, en dan had het ook alleen maar slechte dingen gecreëerd. Dan had het lelijke dingen gecreëerd. En nou, dat is het dus niet. Je veroordeelt jezelf. Waarom? Omdat het universum heeft een universele wet. En deze universele wet, dat houdt in dat wat jij uitzendt, krijg jij terug. Dus ga jij van je bewustzijn dalen naar een worm die door het stof of door het slijk kruipt. Want dat is eigenlijk wat je geworden bent. Ja? Je kan niet meer leviteren, je kan niet meer creëren, je kan niks meer eigenlijk. Je bent eigenlijk een soort van handicap geworden. Ja? Het is eigenlijk een handicap gewoon. Maar die handicap die is niet blijvend. Dat is zoals met elk mens. Elk mens is goddelijke perfectie. Je kan weer terugkeren naar deze goddelijkheid. En deze handicap heb jij aangenomen of heb jij geaccepteerd. Omdat jij niet beter weet. Omdat je deze kennis niet meer hebt. Om ja, jezelf gewoon helemaal vergeten bent. Maar we gaan hem terugkrijgen. Dus we gaan onszelf weer helemaal opkrikken naar, we gaan ons weer helemaal in het paradijs bevinden. En in de tuin van Eden, ja, in ons hoofd, onze tuin waar alles groeit en alles bedenkt, onze creatieve vermogen, onze scheppingskrachten, dat is die tuin waar ze het over hebben. En dat is niet een letterlijke tuin zoals jouw achtertuin of zo. Nou, even kijken. Toen wilde God, stof ben je en tot stof keer je terug. Dus als je alles weer terugkeert, als je alles terugbrengt, dus hè, deze pen, dan hebben we weer deze populaire pen. Of als we deze doek terugbrengen naar, als we deze vernietigen, zeg maar, dan komt het weer terug naar stof. Nou, eigenlijk is alles licht, energie. Ja, dus alles keert terug naar deze materie van licht. En keert ook alles weer terug tot het licht. En het is dus niet dat je tot stof terugkeert, dat je dan, want je bent geen stof, je wordt stof. Ja, je wordt stof door een naam aan te geven. Dan zie je weer die dualiteit. Maar je bent geen stof, je bent eigenlijk licht. Alles keert weer terug naar het licht. En het zal dan weer vaste vorm gaan aannemen. Maar het blijft nog steeds licht. Je hebt zo'n mooi gezegde van Boeddha. En die gooit zeg maar een kopje water. Gooit die op de grond. En hij zegt tegen zijn leerling. Kijk, dit water blijft water. Als ik het opdwijl. Ja, en ik wring deze dweil uit, dan blijft het nog steeds water. Gooi ik het in de sloot, gooi ik het weg, blijft het nog steeds water. Je blijft altijd water. Je blijft altijd licht. Het kan niet dood. Het kan niet sterven. Dus jouw stoffelijke lichaam, wat ze stof noemen, is ook een licht lichaam. Ja? En dat ben je één mee. Je bezielt het met alles. Elke cel, ja, dat is op wetenschap gewezen, is een lichtatoom. Dus hoe kunnen ze het noemen dat het stoffelijk is? We noemen het misschien materie. Ja? Onze materiële lichaam misschien. Of ons materielichaam. De materie. Een stoffelijk lichaam. Ja, weet je, dat scheidt jou weer van wat je bent. Je legt je lichaam af omdat je niet beter weet. Dus je geest gaat eruit. En je legt eigenlijk een omhulsel af waar je één mee bent. Dus je creëert weer opnieuw een hulsel na de dood. Dus een reïncarnatie. Om maar weer te kunnen voortbestaan, om te kunnen creëren. Tot stof ben je en tot stof keer je terug, zegt God, zeggen ze.
Nou, toen wilde God voorkomen dat Adam en Eva van de levensboom zouden eten, die ook in het hof van Eden stond, want dan zouden ze eeuwig leven. Daarom leidde God hen uit de hof van Eden en plaatste cherubs bij de tuin om de toegang te bewaken. Een cherub is een mythisch wezen dat is samengesteld uit een combinatie van verschillende andere levensvormen. Vaak een gevleugelde leeuw, adelaar of stier met een mensengezicht vergelijkbaar met de Egyptische mythologie. Nou, weet je wat het is? Kijk, daarom leidde God hen uit het hof van Eden en plaatste een cherub. Ja, dat zijn de demonen eigenlijk, hè? Of de bewakers van de hemelpoorten. En dat is niet zozeer de hemelpoort zoals we het mooie fantasieverhalen hebben bedacht. Een hemel, je gaat dood en dan ga je naar de hemel en dan zie je zo'n gouden poort. En dan staat er een wachter met zo'n staf, hè? Zo zie je het dan voor je hier met mijn pen. En wie bent u, meneer? Of mevrouw? En dan... Ik zou graag naar de hemel willen, ben je een goed mens of goed slecht of geen slecht? Ja, nee, je hebt niet goed gedaan. Nee, nou de hel, niet heel snel. En dan zie je allemaal vuur. Ik ben een hemel. Nou, ik weet het niet hoor, maar nee. De poortbewakers en deze demonen eigenlijk, het ego, ja, die jou weerhouden om te stijgen naar het goddelijk bewustzijn. En dat heeft God niet neergezet. Want dat is ook zo'n fabeltjesverhaal wat je hier dus allemaal weer leest. Want God... Ja, dat zie je ook weer in die Bijbel. Overal zie je dat terug, dat de deur altijd open staat. Ja? De deur van om naar terug te keren naar de Vader of naar het licht, ja, die staat altijd voor je open. Dus als je klopt, dan wordt er open gedaan. Hè? Dat zeggen ze toch ook. Als je het bewustzijn weer hebt begrepen en als je weer inzicht hebt in wie je bent, dan ben je altijd weer bereid om terug te keren. Dus er zijn geen poortwachters die jou niet meer binnenlaten. Nee, want je was al onsterfelijk. De mens was al onsterfelijk. Ja, en er waren al mensen op deze planeet, want we zijn geëmigreerd van Neptunus naar de aarde. En dit hypothetische verhaal is waar de mens, dus de gevallen engel, waar het is begonnen, om zijn bewustzijn, die ze verloren zijn. En... Ja, die poortwachters, dat zijn eigenlijk de demonen, dat is je ego die jou tegenhouden. Dus, hè, wat ik net zeg, die jou willen weerhouden om weer te stijgen naar een goddelijk bewustzijn. En jouw goddelijke bewustzijn, dat ego doet moeilijk. Ja? Dat is lui, dat is laks, dat heeft geen zin. Dat ziet altijd andere dingen wat hij leuker vindt om dat moment te doen. Bijvoorbeeld, hè, je kan bijvoorbeeld ook gaan mediteren of je kan ook juist je krachten proberen te ontwikkelen. Maar dan zegt die stem waarschijnlijk, nee, ik heb daar niet zoveel zin in. Of, nou, doe het morgen wel. Of, oh, het is zo mooi weer, zal ik lekker in het zonnetje gaan zitten? Weet je, ik bedoel, ik ken die stem, hè? Ik heb ze zelf ook gehad, ja. Dus ik ben daar heel erg bewust van nu, na alles wat ik geleerd heb, dat je deze stemmen dus niet toe moet laten. Want dat ben jij niet. Dat zijn de misleiders die dingen tegen jou hebben gezegd om jou willen te weerhouden om weer naar het Rijk der Hemelen te stappen. En dat zit in jouw bewustzijn. Even kijken. Na te zijn verdreven uit het hof van Eden moest Adam in hun levensonderhoud voorzien en baarde Eva kinderen. Nou ja, goed. Ze zijn natuurlijk het hele materialiseren zijn ze vergeten. Ze zijn zich natuurlijk met duistere magie zich gaan begeven. Ze hebben zich laten misleiden tot een lager bewustzijn. En ja, langzamerhand is dat natuurlijk afgebakend. Nou, als je ook leest, was Adam 912 jaar geworden. En toen hij zijn laatste kind kreeg, iets van 130 jaar. Of zijn derde zoon kreeg 130 jaar. En dan had hij nog meerdere kinderen. Dat is ook nog zo'n apart verhaal. Abel en Kaïn waren de twee oudste zonen van Adam en Eva. Zoals het hier eventjes beschrijf. Ja? Kaïn die vermoordde Abel. Nou. Jaloezie, nou, je ziet het, er moet ergens op mis zijn gegaan bij Adam en Eva. En dat is zich natuurlijk gaan verspreiden. Ik denk dat daar ergens het geloof van de duistere krachten zijn ontstaan om nog meer de mensheid of de bevolking juist te gaan misleiden. Maar ze hadden natuurlijk nog wel, ze wisten natuurlijk alles nog van deze goddelijke eigenschappen. En dat zijn eigenlijk een beetje de dark magicians geworden, hè? De duistere magiërs. Ze wilden natuurlijk heel graag terug naar dit goddelijke rijk. Want ja, wie wil dat nou niet? Maar langzaam is er natuurlijk zoveel jaloezie en haat gekomen dat het misschien niet meer lukte. Of misschien toch dat als vaste substantie hebben gezien. Dus deze hypnose waar ze in zijn beland eigenlijk.
zijn ze als realiteit gaan zien, zijn ze als werkelijkheid gaan zien. Dus ze wisten dus niet meer hoe ze daar naar deze goddelijke krachten konden komen. Of wilden eigenlijk ook niet, want er zijn ook genoeg mensen ja, die hun goddelijke bewustzijn wel hebben behouden. Net als de mensen die toen van Neptunus toen naar aarde zijn gegaan. En die zijn er nu nog steeds, ja. Die leven misschien in andere sferen of misschien wel hier gewoon op deze planeet. Maar ja, je hebt 100.000 planeten waar je heen kan gaan, waar je kan reizen. Het is echt niet de enige planeet waar je kan leven, absoluut niet. Maar ja, die zijn natuurlijk helemaal padje afgeraakt. En ja, die willen ook niet. Ik zie maar aan deze tijd, probeer maar eens iemand wakker te krijgen. Het is echt bijna niet te doen. Ze geloven je gewoon niet. Ze geloven je niet. Ze denken, je bent niet goed bij je hoofd of zo. Ik wil. Het is gewoon vermoeiend. Dus ik denk ook wel dat dat soort mensen ook absoluut denken van... Nou, weet je, mijn batterij. Dat is de batterij van een telefoon. Dat je steeds zo'n streepje minder ziet. Mooi, die moeten we hoog houden. We gaan ons niet verlagen tot die energie van die mensen, weet je. Dus we moeten ook in een hoge energie blijven. Dus ik denk ook dat dat op den duur natuurlijk gewoon... houdt het een keer op. Als mensen niet willen luisteren, kan je ze niet dwingen. Dat is de vrije wil. Nou, dus Kain had dus Abel vermoord en toen kwam dus Seth en dat betekent ook letterlijk de vervanger. Dus toen was Adam en Eva waren 130 jaar oud. Nou, en je ziet ook dat al die leeftijden echt van al die goden, gevallen, engelen zijn het eigenlijk, dus halfgoden. Het zijn eigenlijk halfgoden, zo moet je ze eigenlijk noemen. Die leeftijd honderden jaren oud waren. En ja, langzaam ging dat steeds meer in verval. Dus werd het steeds korter en korter en korter. Totdat we nu één jaar en een keer al doodgaan. In de buik ga je hier al kashiwai. Of die gaat, die is de wereld rondgereisd. Die Kain die is gaan reizen. En toen was er dus eigenlijk nog het land, het hele land was nog aan elkaar. Hè? Dus Pangea was er nog steeds. Maar die is dus gaan reizen en die is nog slechter geworden. Die heeft zich helemaal gaan verdiepen in kannibalisme en die is helemaal doorgedraaid. Zo kun je het eigenlijk eventjes noemen. En die Kain, daar is eigenlijk het Canaanitische Rijk, wat dus het huidige Israël is. Dat was dus het Canaanitenrijk. En dat was van Kain. En daarom zijn ook heel veel mensen nog steeds bang dat ze afstammelingen zijn van Kain. Maar ja, heel veel zijn er dus door beïnvloed en nog steeds in deze wereld. Want Kanaïten, daar komen de kannibalisten vandaan. En die hebben zeg maar, of hij zeg maar, die Kain, heeft dus eigenlijk zijn... Die heeft die afgoderij bedacht. Ja, dus nu was er niet meer een god, een denkbeeldige god. Hè? Want ja, ze kenden God niet meer. Waren God vergeten. Hebben ze... dachten ze dat het een denkbeeldige god was die je niet kon zien of dat je niet kon spreken. Wat heel veel mensen nog steeds weten. Ja, maar ik kan God niet zien of ik weet niet dat er een god bestaat. Bestaat er een god? Waarom moet het altijd iets zijn wat je als persoonsvorm moet kunnen zien, weet je? Ik bedoel, mensen snappen niet dat als je het licht ziet, ja, dat je alles wat je kan zien is God. Want dat is het licht. Nu snap je het toch? Alles wat je kan zien is God, want dat is het licht. Het is het licht en het straalt licht uit. Ja, alles straalt licht uit en daarom kunnen we het zien. En daarom zeggen ze ook, alles is God. Ja, alles wat je ziet is God. Alles wat je kan voelen, alles wat je kan aanraken is God. Want het komt uit deze lichtsubstantie. Elke molecuul, en ik blijf het herhalen, elk iets in ons lichaam, in elke cel, is licht. En die Kain was dat natuurlijk helemaal kwijt. Het hele Adam en Eva was dat natuurlijk kwijt, omdat ze personen zagen. Ze zagen niet meer zichzelf als licht, als godsvorm. En... die Kain is dus afgodingen gaan maken. En die heeft dus, net als wat we nu de duivel, hè, of de Baal, of de Moloch, weet ik hoe dat ding heet. En wat heb je nog meer? Satan, Nimrod, ja, dat we allemaal duivelsbeelden hebben ze gemaakt. Want ja, dat vonden ze wel heel erg prettig. Want dan konden ze eindelijk eens een god zien. Ja? Dan wisten ze wie God nou eindelijk eens was, tegen wie ze aan het praten waren. En dat is natuurlijk helemaal het padje afgeraakt. Want als je hier ook dus naar die stambomen kijkt, dan zie je het Canaanitenrijk. Het Canaanitenrijk, het kannibalisme, de Baalworship, Hyksos, de farao's, Israëlieten. Jongens, ik ga jullie in de volgende video vertellen hoe het nou zit vanaf het verhaal van Kain. En waar het allemaal naartoe is gegaan. Want die wilde de macht over de aarde. Die was natuurlijk nog jaloerser geworden. Want hij werd verdreven
helemaal van zijn goddelijke eigenschappen, zeg maar. En ja, zijn vader en moeder, Adam en Eva, hadden hem ook een soort van verstoten. Wat er gezegd wordt natuurlijk, hoe ze het ook brengen. Dus dat is natuurlijk helemaal van het padje af geraakt. En die zijn natuurlijk ook vrouwen als slaven gaan gebruiken. En al die slavenhandel, of als die hele, nou, niet alleen de vrouwen, maar over het algemeen waren het vrouwen. Maar daarna is ook die orgies ontstaan en al het seks met van alles en nog wat. Jongens, ik ga jullie uitleggen in de volgende video wat daar eigenlijk allemaal is gebeurd in die tijd. En toen bestonden de jaartellingen ook allemaal nog niet. En ja, daar is het allemaal een beetje misgegaan. Nou, ik ga jullie allemaal vertellen in de volgende video. Dus blijf kijken en heel veel succes. Ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij.